Maar eerst, mediabedrijf Vice voor over de wereld. En boven alles willen de mensen van Vice anders zijn en ook beter. Ze ging als enige embedded bij IS en ze had als eerste een interview met de hardrockband Eagles of Death Metal. Allemaal na de aanslagen in Theater Bataclan in Parijs. Ik ga erover praten met Thijs Boon, hij is de man achter Vice, dan de afdeling Benelux. Nog niet Amerika, dat ligt misschien in het verschiet. Wie weet, wie weet. Ja, wie weet. Ja, ambitieuze man. Voorlopig zit ik goed hier. Ja. En Hans Larousse, die kennen we als oud-hoofdacteur van het NOS Journaal. Hij is nu media consultant, heel veel activiteiten. Te veel om op te noemen, hebben we nu geen tijd voor. Nee, dat doen we niet. Dat doen we even niet. We gaan praten over Vice. Want wat doen jullie bijvoorbeeld? Uitgebreide achtergrondartikelen plaatsen, om maar iets te noemen, op jullie website. Hoe kan dat? Je hoort overal, want jullie richten je op jongeren. De millennials zijn na 82 geboren. En toch willen die dat blijkbaar graag lezen. Hoe kan dat? We zijn sowieso een wereldwijd bedrijf. We staan eigenlijk al 23 jaar, in Nederland nu 9 jaar. En ooit begon als een printtijdschrift. En inmiddels hebben we zo'n 10 digitale kanalen, interessekanalen, die we eigenlijk inhaken op de interesses en de passiepunten van de doelgroep. Dus het kan muziek zijn, mode, nieuws, food. Eigenlijk een heel breed scala aan thema's. En daarin maken wij verhalen die wij interessant vinden voor en door een jonge doelgroep. Maar dat is ook lange verhalen. En je hoort en leest overal, jongeren willen dat niet. Die willen gewoon hapklare brokken, kort en bondig. Ja, nou, ik denk, ja, dat is iets wat men vaak denkt. Alleen wat blijkt is, dat weten wij natuurlijk ook, omdat wij het al een jaar of 10 zeker in Nederland doen, is dat veel verhalen uiteindelijk wel of niet uitgelezen worden als ze inhoud hebben en als ze echt iets toevoegen. Dus een bepaalde blik geven op de wereld of op onderwerpen die je nergens anders tegenkomt. Maar moet je dat op een andere manier doen dan bijvoorbeeld? Je hebt ook opiniebladen, je hebt ook zaterdagbijlagen in de Nederlandse kranten bijvoorbeeld. Er zijn ook hele lange stukken, je kunt ook boeken lezen. Waarom gaan ze naar jullie site? Nou, ik denk dat wij sowieso de manier hoe wij verhalen brengen, dat die echt anders is als je het vergelijkt met de meer traditionele media. Dus niet zullen wij hele lange verhalen schrijven, maar de toon en hoe wij verhalen brengen is wel anders. En daarnaast is video een belangrijk onderdeel van wat we brengen. Dus veel van de verhalen die wij maken, maken wij in video. En ook dat is de brengen we op een manier die je toch niet echt ziet binnen het traditionele veld. We zullen daar ook wat voorbeelden geven van dingen die jullie doen. Want eigenheid is ook belangrijk. Je echt onderscheiden. Hoe doe je dat? En daar hebben we echt een paar stevige voorbeelden van. Maar Hans Larousse, als je dit verhaal hoort, en ik als mediaman volg je Vice, neem ik aan ook. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een heel goed initiatief. En het is natuurlijk het bestaat al veel langer. Kijk, ik denk dat er een andere manier is waarop een heleboel mensen naar nieuws willen kijken dan de manier waarop de traditionele media die maken. Hè. Als je naar tv kijkt, dan heb je een presentator als The Voice of God. Die doet in 20 of 25 minuten brengt een overzicht van wat er in de wereld gebeurt. Dat is allemaal heel erg keurig in formats. Daar is de belangstelling voor aan het weggaan, zeker bij een jonge generatie. Maar het misverstand bij journalisten of bij journalistieke organisatie is dat jongeren geen nieuws willen. Dat is een fataal misverstand, want jongeren zijn heel erg geïnteresseerd in de thema's die er te doen, in de verhalen die er te doen, alleen niet op de manier waarop traditionele media die maken. Had je dat ook al in de gaten toen je zelf nog hoofdredacteur was geprobeerd, bij het NOS? Ja, nou, voor een deel wel. Maar wat denk je daar dan aan? Nou, bijvoorbeeld, we hebben NOS Headlines gecreëerd en NOS op 3 om te kijken of je andere manieren van verhalen vertellen kan bedenken. En die lijn zou veel meer moeten worden doorgetrokken. Niet in de plaats van het 8-uur-journaal, want dat blijft nog echt lang bestaan, net zoals RTL Nieuws. Ja, serieus? Maar ondanks dat het lineair kijken dus afneemt, dat je wel dus andere vormen moet zoeken? Je kijkt ook op andere momenten. Kijk, een 8-uur-journaal was vroeger het doel van een organisatie, nu een belangrijk middel. En dat wordt misschien minder. Daar komt echt wel een omslagpunt. Maar dan moet je zorgen dat je op andere plekken bent, op je mobiel vooral. En met andere soorten van verhalen. Maar Vice kiest op een heel andere manier. Die hoeven niet iedere dag 20 verhalen op te dienen, of 40 verhalen op te dienen, of die hoeven niet iedere dag Donald Trump te doen. Die kiezen voor een aantal verhalen die ze heel goed uitwerken, de meeste. En daarmee hebben ze een soort, ja, een niche is zo'n modewoord, maar een manier van verhalen maken bedacht die aansluit bij jonge generaties en die dus, denk ik, steeds succesvoller zullen worden, omdat ze steeds verder zich specialiseren in de manier van waarop die verhalen worden gemaakt. Ik hoef het niet meer uit te leggen. Dat is fantastisch. Ik wou net zeggen, ja, geweldig. Dit is de oude media die gewoon vertelt eigenlijk hoe de nieuwe media moet doen. En nee, dankjewel. Dus, ja, maar wel de oude media. Je wordt wel eens oude media. Dat had je niet moeten zeggen. Dat is heel flauw. Nou, jammer. Het punt is dat ik vind dat juist degene die bij oude media zitten, dat juist degene zouden moeten zijn die ook aan vernieuwing doen. En dat gebeurt veel. Mijn punt is, als je terugkijkt in Nederland, maar het gebeurt op veel plekken, en je kijkt de afgelopen 10 jaar terug, dan hebben heel veel uitgevers en hoofdredacteuren hebben er een zootje van gemaakt. Die hebben zitten slapen. Inclusief Hans Larousse ook niet? Nee, want ik heb net uitgelegd. Nou ja, dat ongetwijfeld zullen mensen zijn die dat vinden. Maar ik heb wel geprobeerd. Maar wie dan van wil? De NOS. Maar wie kijk naar de kranten. Slapen? Kijk naar de kranten. Daar is het meest dramatisch. Ja. Kijk naar de regionale pers. Die is helemaal verdwenen. Kranten hebben op een enkele uitzondering na, ik vind de Volkskrant op het ogenblik heel interessant, kranten hebben niet een manier gevonden om de digitale stap te maken.
En als je nieuwe generaties wil bedienen, dan moet je niet alleen maar zenden je korte nieuwsberichtjes en je pseudopopulaire berichtjes en je ijsberen op een ijsschot. Dan moet je juist andere verhalen maken, maar je moet ze ook samen met je doelgroep maken. Je moet ze samen met de mensen in het publiek maken. En dat doet Vijs, naar mijn idee, voor zover ik kan zien, ook. En dat is een heel andere manier van journalistiek. Maar samen met je publiek, geef eens een voorbeeld hoe je dat kan doen. Je kan op allerlei manieren kan je samenwerken. Je moet er als eerste van uitgaan. Nee, maar een voorbeeld gewoon. Nou, gewoon, je gaat gewoon samen researchen. Je gaat zeggen, wij gaan ons dit jaar bezighouden met in ieder geval die verhalen. Nou, misschien mag ik even overnemen, want ik ben het zo met je eens. In zoverre samen, dat doen wij dan niet, specifiek niet. Maar wat wij wel doen, is dat wij verhalen brengen op een manier waardoor de kijker eigenlijk het gevoel heeft dat hij echt onderdeel van het verhaal wordt. Ziet dat, ze worden als het ware in het verhaal getrokken, doordat we toch op de manier hoe wij verhalen vertellen echt anders is dan wat traditionele media doen. Moeten we naar een voorbeeldje gaan kijken? Ik heb een goed misschien voorbeeld. Misschien is dat een jullie. Idee. Een voorbeeldje over de echte eigenheid. Hè? Dus dat betekent bijvoorbeeld embedded bij IS. Wie doet dat? Hebben jullie gedaan? جناكم بالعبوات والمفخخات والدقمات والأحسمة وكل ما شابه ذلك والخلافة باقية إلى قيام الساعة وإن شاء الله سأنصر أميرنا الحسيني القريشي أبو بكر البغدادي تكبير أنا أقول دولة الخلافة أنتم تقولون قامت دولة الخلافة أقوى دولة الخلافة Het is wel wat. Hè. Hoe kun je anders aan dit soort beelden komen? Dan moet je dus embedded. Oftewel, zij hadden controle erover. Je was onder hun hoede. Je moest ook alles van tevoren voor je de uitzond aan ze laten zien, of niet? Laat ik zo zeggen, ongeveer anderhalf jaar geleden, toen hebben we het voor elkaar gekregen om toegang te krijgen tot IS. En hebben wij eigenlijk een documentaire geschoten over een periode van 1 maand eigenlijk over de organisatorische structuur van IS. En ik denk dat als je nu kijkt wat er in anderhalf jaar tijd gebeurd is en hoe groot het onderwerp geworden is in de wereld, dan is het uniek, denk ik, dat wij toegang hebben gekregen tot de organisatie. En dat symboliseert denk ik ook wel een beetje hoe wij opereren. Want IS is dan één, maar we hebben inmiddels nu documentaires over 5 verschillende terroristische organisaties gemaakt. En krijgen toegang dat wij een verhaal laten zien waar zij op een of andere manier dan toch mee vrede kunnen hebben. Maar het geeft wel een beeld van inderdaad van wat voor een bizarre dingen daar. Maar er is wel een afweging, hè? Want dat laat je zien, dat kunnen anderen niet laten zien, maar je moet wel schipperen. Want je zegt al, zij moeten er ook vrede mee hebben. Nou, dat is de definitie toch van embedded dan? Dus kun je gewoon op eigen houtje. Laten we de camera draaien. Wat onze reporter meemaakt, dat is ook hetgene wat je ziet. Dus die eindredactie, zoals jij dat nu neerzet, die eindredactie zit er niet op. Nee. Zou je dit ook bij de traditionele media kunnen overwegen? Ja. Of is dit te gevaarlijk? Nee, het is gevaarlijk. Ik neem aan dat Vice, voordat ze eraan mee gingen doen, ook allerlei afspraken hebben gemaakt en allerlei risicochecks hebben gedaan en met mensen gesproken die daar ervaring hebben met die veiligheid. Ja, maar risicochecks als je naar IS toe gaat? Ja, maar er zijn wel meer bij. Er zijn ook mensen van de NOS en volgens mij ook van RTL zijn bij de Taliban geweest. Nou, ik vind dat je als journalist moet je proberen ieder verhaal te maken dat er is. Het lukt niet altijd. Maar in dit geval zijn er, denk ik, voldoende garanties geweest om die inschatting te maken. En dan krijg je gewoon een journalistieke vraag na afloop, als je terug bent. Wat ga ik laten zien? Hoe vertel ik erover? Hoe vertel ik ook transparant, want het hoort volgens mij ook bij media deze tijd. Wat ik wel heb gedaan, wat ik niet heb gedaan. Wat de voorwaarden waren, wat ik niet kon. Ik denk dat iedereen een verhaal als dit, dit materiaal als dit, had willen hebben. Dus is het prima dat Vice dat probeert. En ik denk dat Vice, totdat ze zelf, laten we zeggen, zo'n power that be worden, zo'n groot instituut, dat Vice als relatieve nieuwkomer misschien ook een iets makkelijker ingang heeft. En dat IS zal zeggen, nou, de BBC die komt er hier niet in, maar Vice, daar willen we het wel mee proberen. Nou ja, dat is wel een belangrijke natuurlijk. Hè? Je schetste net, we zijn een grote organisatie geworden, maar je moet ook weer niet te groot worden. Want dan doe je zelf traditioneel. Dat gaat heel snel natuurlijk. Ik vind het zelf erg gegroeid zijn, maar we zijn natuurlijk een relatief kleine organisatie als je kijkt binnen het wereldwijde mediaspeelveld. Ja. Maar ik denk, wat die toegang betreft, ik denk dat dat enige ding is waar wij gewoon hebben laten zien. Dat wij door vroeg in verhalen te duiken, echt voordat de traditionele media erin duikt, beginnen we eigenlijk met die te rapporteren over die verhalen. En als je er vroeg bij bent, dan is de kans dat je toegang krijgt, want uiteindelijk gaat het allemaal om toegang, is gewoon groter. En dat heb je ook gezien met IS, maar dat heb je ook gezien in Afghanistan, waar we reportages gemaakt hebben, maar ook bijvoorbeeld in Oekraïne, waar wij eigenlijk al bezig waren om documenten over eigenlijk verhalen te vertellen voordat de MH17 werd neergehaald. Dus ook bijzondere interviews, hè? Bijvoorbeeld met de enige die met de leden van Eagles of Death Metal konden praten, hè? Naar het drama in theater Bataclan. Laten we maar even kijken.
Music is what we do. It's our lives. And there's no way we're not going to keep doing it. But hearing from people and hearing their stories, we don't want that to stop. Anybody who wants to reach out to us, they are welcome anytime. And playing every night and seeing those smiling faces out in the crowd, that's what keeps us going, you know. Dit was aangrijpend, dit was ook fascinerend. Maar er werd ook meteen kritiek toen op jullie uitgeoefend. Er werd geroepen, ja, dat kunnen we doen, maar het werd wel behoorlijk nadrukkelijk geteased. Kijk eens hoe ze dat deden. Had je eigenlijk iets of veel ermee om moeten gaan? Ben je het mee eens of niet? Ja. Ja, ik kan zeggen dat niet zo is. Ik denk dat we wilden de tijd nemen om het verhaal echt goed neer te zetten en het goed te vertellen. Het werd geschoten in L.A. En, er zijn allerlei redenen om te denken. Maar ik vind uiteindelijk, denk ik, dat we beter iets langer hadden kunnen wachten en het in één keer hadden kunnen uitzenden. Je zegt, jullie doen meer, hè? Niet voor de hand liggende onderwerpen. Dat is belangrijk. Doe je ook, dus als Vice Benelux, heb je ook gedaan over Suriname. Kijk maar even. Dit was allemaal bos. Ja, het is triest dat wij mensen anno 2015 hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik heb gehoord dat je nu oren. Praat van touw oren. Acuut kwikvergiftiging kan leiden tot coma en zelfs tot de dood. Ayumara, die heeft 8 keer de hoeveelheid kwik in zich. Ook in de stad worden die gegeten. Dit is Ayumara. Wat je verkoopt, gebruik je niet. Ze moeten geld verdienen, klaar. Als je in deze land mee wilt draaien, moet je aanpassen. Ook met die muziek. Want eindstand, ik kan voor de straat willen blijven rappen, maar de straat gaat jou niet kopen. Daar waar ik ben opgegroeid, daar moest ik wel een gangster in mezelf ontwikkelen. Anders werd ik in elkaar geslagen. Dat ging niet helemaal goed. Nee, maar het eerste, dat is een belangrijk. Dat ging dus een serieus een onderwerp dat mensen niet zo snel bij de kop zouden vatten. Ja, waarom ja. Kiezen jullie daarvoor? Nou, sowieso 40 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Suriname is natuurlijk aan Nederland verbonden. Hè? En ik denk dat we, en nog steeds enorm. Wij wisten zelf dat daar de goudhandelaar gewoon enorme impact heeft op het land. Ja. Na de overheid is de goudwinning de tweede grootste werkgever. Ja. En eigenlijk wilden wij gewoon graag, ten aanleiding van het 40-jarige onafhankelijkheid, wilden we graag een verhaal maken over Suriname. Wat meer inhaakte, niet zozeer op de geschiedenis, want je hebt de NTR of je hebt andere omroepen die goede verhalen maken over het toen. Je hebt er wel geld voor nodig om dit te maken. Hoe kom je aan je geld? Nou, eigenlijk alles wat wij maken wordt gefinancierd door advertising en door samenwerkingen met merken. Dus, en een hele duidelijke scheiding van commercie en inhoud? Ja, ik denk als je kijkt naar hoe wij het doen ten aanzien van veel andere merken, andere medebedrijven, dat wij daar erg scherp in zijn. Ja, maar ja. Af en toe toch... Nee, er is echt niks tussen te krijgen. Ik weet niet of het jou opvalt tijdens dit gesprek, maar ik ben toch ook een beetje geboeid door die ring. Want dat is niet zomaar een ring, het is nogal een ring. Ja. Mocht je even duidelijk even kijken? Even dus een, ja, goh, wat is dat, hè? Dat is een waanzinnige ring. Dat heeft met je werk te maken, dat kan niet anders. Ja, het logo, hè? Ja. Goed zeg. Ja, het logo staat in, dat zie je. Nee, maar wat is er dan? Een gouden Vice ring? Wanneer krijg je die? Die krijg je... die krijg je na een aantal jaren in dienst bij Vice. En dan kan je zelf bepalen of je hem draagt, ja of nee. Dus niet iedereen draagt hem, hoor. Maar sommige mensen die vinden dat mooi. En ik, ja, goed, ik zit 10 jaar doe ik dit. Dit is mijn baby, dit is mijn bedrijf. Ik hou van wat we doen. Ik ben trots op de verhalen die we brengen. En ik zie gewoon wat de impact is die het nu aan het maken is. Dus ik draag met trots deze ring. En een medestander bij een deel van de oude media, hè, meneer de Roes? Ja, dat is een hele flauwe grap. Die ga ik natuurlijk niet. Ik dank jullie. Ik zal het even dekken. Dank voor dit gesprek.